We gaan het hebben over de woonbranche, wat daar gebeurt. En Jan is natuurlijk met zijn 50 jaar ervaring bij uitstek geschikt om dat in een historisch perspectief te plaatsen. Maar zijn visie op de toekomst heeft hem al heel veel successen gebracht. En zo hopen wij samen dat dit ook een succes wordt. En we hebben afgesproken om een en ander om te draaien. En maar eens te beginnen met de vragen. Vragen van u, die u in ieder geval de komende 25, 30 minuten beantwoord wilt hebben. Kan je een webwinkel met meubels laten draaien zonder een showroom te hebben? Of gaat dat wel samen? Moet dat samen gaan? Ja, dat is de goede vraag. Daarom ben ik hier. Ik heb natuurlijk al 40 jaar ervaring. En mijn succes is eigenlijk altijd geweest dat ik mijn winkel als keuken heb gebruikt. Voor de ontwerpen die ik gemaakt heb, de adviezen die ik aan klanten heb gegeven. En die adviezen, dat miste in ons vak. Dat we verkochten bankstellen en er was geen advies, er was geen tekening. Waardoor ik nu merk dat ons bedrijf, ondanks de slechte economie, vrijwel stabiel doordraait. Omdat de oude klant terugkomt, want die zijn gewend die adviezen. De zaken in Nederland die advies geven, draaien ook bijzonder goed. En dan praat ik over niet meer omzet, maar dezelfde omzet. Al 20 jaar geleden begon Gelderland, waarvoor ik nog steeds ontwerp, met een soort webshop. Daar kon je informeren naar de modellen, de maten, de levertijden, de kleuren. En die hebben daar heel veel geld in gestoken. Ik geloof dat Sanoma ook eens een keer heel veel geld er in het begin ingestoken heeft. En dat was nog niet zo ver dat je het bij het publiek kon komen. En ik denk dat het nu zo ver is. Ik liep een paar jaar geleden in New York en daar stond de winkel van Nike. En dat was een waanzinnige presentatie, prachtig. Maar dat was echt een winkel. Maar het was ook de webshop meteen. Je kon in die winkel alle modellen uitzoeken, passen. En je kon ook weer via de webshop Nike bestellen. En die samenwerking, ik denk dat dat de toekomst is. Want als de webshop alleen maar denkt dat het zo goed gaat zoals het nu gaat, gaat het net zo mis als met de woninginrichting. Dat waarmee ik bedoel, de klant zal altijd blijven shoppen in winkels. Die wil een warm kop koffie hebben, die wil de stoffen voelen, die wil zitten. En nou is de kunst, en daarom ben ik zo blij met Johan Currentjes, dat wij samen die brug gaan slaan tussen die retail en de webshop. En ik denk dat we daar goede ideeën voor hebben. Wil je daar als woninginrichting in slagen, moet je beginnen met kleine artikelen. Dus bed overtrekken. De boeken die ik uitgeef, kleine accessoires, die dus makkelijk uit voorraad leverbaar zijn en waar het publiek meteen op inhaakt. Wil je succes krijgen met de meubelen, dus een bank, een eethoek of andere producten, zijn er twee dingen belangrijk. Je hebt tegenwoordig twee groepen waarvan ik vind dat de middengroep helemaal verdwijnt. En dat zijn de IKEA's, de H&M's. En de gamma's. Dat worden steeds meer woonshops. De H&M is natuurlijk fantastisch met Zara wat ze doen. Met bekende ontwerpers hun product enorme upgrading geven. Daar is Gamma nu ook mee bezig. Daar is ook IKEA mee bezig met bekende ontwerpers productjes maken. En de andere groep is de groep waar wij in zitten. Dat is de groep, ik noem dat misschien de kwaliteitsgroep en de groep die gewoon duurder is. En die mensen, die blijven die twee groepen bedienen. Daar willen ze informatie van hebben. En de groep waar wij in zitten, dat is dus niet een product over de toonbank verkopen, maar een product met een advies verkopen. Als je bij een winkel komt, een kledingwinkel waar je aankleedt, en de mensen die
ontvangen je, kleden je aan, vertellen alles wat je moet hebben. Dan val je in een warme deken. Dat doen wij in het Arsenaal, dat doen collega's van mij. En ik denk, ik weet niet of jullie dat stuk hebben gelezen over het centrum van Amsterdam, dat er nog niets aan de hand is met de retail. En dat komt omdat het publiek daar gezellig een kop koffie drinkt, elkaar ontmoet. Dus die retail zal blijven bestaan. Ofschoon het in ons vak al 50% is of failliet gegaan of dicht gegaan. Met name in de woonmalls. Ja, nou. Dus er verandert wel iets, Jan. Daar zullen we straks ook wat cijfers van laten zien. Maar ik gaf u even duidelijk antwoord erover. En, hoe ik erover denk. Ik denk dat jouw vraag komt straks ook nog in de presentatie aan de orde. Omdat wij heel erg vanuit een op zich een e-commerce perspectief naar dingen kijken. Maar wij zien wel degelijk de toegevoegde waarde van cross-channel retailen. En we zien multi-channel retailen, daar komen we straks ook misschien nog even op terug. Eerder als een bedreiging voor de sector. En we denken juist dat fabrikanten, dealers en op basis van consumentengedrag tot nieuwe samenwerkingsvormen moeten komen om zo succesvol te zijn. Hier ga ik heel snel doorheen. De nieuwe zaak. Het staat er, er zijn er straks ook handouts beschikbaar of online in ieder geval. Het is hier verder geen promotiepraatje, maar een presentatie over wat wij zien gebeuren in de woonbranche. Maar dan hebben jullie even kort gezien wat wij doen. Jan... jouw eerste woonwinkel was natuurlijk de woonwinkel van je ouders. Ja, het was een goed woonwinkel in Bussum. Daar groeiden we uit omdat de studio steeds groter werd. Toen zijn we naar het Arsenaal in Naarden gegaan. En toen werd eigenlijk de stappen die ik in mijn leven gemaakt heb, dat was eerst het ontwerpen van meubelen. Toen van interieurs. En vanuit die interieurs ben ik ook architectuur en verbouwingen gaan doen. Wat op het ogenblik eigenlijk een van de belangrijkste dingen is. En hoe mooi is het als je als ontwerper twee scholen kan nalaten. Dat is de ROC College in Amsterdam en Saxion Hogeschool. Op beide zitten 400 leerlingen. Het ROC vind ik heel bijzonder, omdat daar leerlingen op zitten die niet naar een academie konden, wegens hun vooropleiding. En daar zie ik de toekomst in. Dus ook in welk vak jullie ook doen, dat zijn de scholen, de opleidingen met wat voor vak je doet, het leren van stijlen, want stijlen is een totaal nieuw vak geworden bij ons. Het is niet alleen maar een meubeltje tekenen of een interieur, maar ook de sfeer. Sfeer is de toekomst. Jan, nog even terug naar het Arsenaal, hè, in 1993, want over het algemeen zie je de trend dat online kan je heel makkelijk zoeken, vinden, prijzen vergelijken. En er wordt steeds gezegd, voor de retail is het belangrijk om beleving te creëren. Nou woon ik toevallig in de buurt van Naarden, dus ik kom nog wel eens in het Arsenaal. En ik denk dat je dat daar al heel vroeg in 1993 hebt gedaan, omdat je daar ook heerlijk kan lunchen, koffie kan drinken, veel verschillende dingen kan zien. Dus die eigenlijk liep je al vooruit op het idee dat winkels niet zozeer plekken moesten zijn waar spullen over de toonbank gingen, maar waar je je heel erg thuis moest voelen en dingen kon zien en geïnspireerd kon raken. En tegelijkertijd ook echt een beleving kon hebben. En ik zie nog steeds, laatst was ik bij jou, dat er dan gewoon busreizen speciaal stoppen en dan bij het Arsenaal koffie gaan drinken. En dat voor een winkel. Ja, en dan zonder museumkaartje, dus daar hebben we soms last van. Maar daar komen ook mensen binnen, oudere mensen, en die vertellen het is zo mooi het Arsenaal. Altijd je deuren openzetten. Dat geldt voor de retail en dat geldt ook voor de webshop. Hoe krijgen we nou, en dat is onze uitdaging, dat die webshop ook 50% kan samenwerken met die retailwinkel. Ik denk als we dat niet doen, in welk vak jullie ook zijn, dan verliezen we allebei. We zullen elkaar moeten ondersteunen met de producten, zowel in de retail te kunnen zien als op de webshop kunnen zien. En hoe gaan wij dat doen? We gaan beginnen met die kleine artikelen en die grote artikelen. Daar zit al een levertijd van 6 of 7 weken. Heel moeilijk via de webshop. Dus we gaan zoeken naar producten die dan ook in het Arsenaal staan.
en ook uit voorraad leverbaar zijn. Maar we moeten kwaliteit kunnen blijven leveren. We zijn geen IKEA. IKEA doet dat dan ook op de webshop, maar daar kan je niet op bestellen. Dus wij willen de combinatie maken, winkel en webshop. Dus een mevrouw in Friesland die bij mij op de site een mooie bank ziet, kan hem bestellen. Zou het begin niet eens doen, maar gaat bij ons kijken, want hij staat daar. Dus we gaan 100% de samenwerking tussen winkel en webshop. Ja, we zullen eens beginnen, want ergens zijn we elkaar natuurlijk tegengekomen, hebben we gezegd van dit moeten we samen oppakken. Maar als je nou kijkt naar de cijfers in de woonbranche, dan gaat het daar helemaal niet zo goed. Het is zelfs een sector waar de online bestedingen afgenomen zijn. Weliswaar minder dan in de winkels, waardoor het marktaandeel van de online verkopen wel is toegenomen. Maar over het algemeen, en Jan schetste dat ook, met veel faillissementen, valt er een hele grote omzetaandeel van de consument valt weg. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de crisis waar we in zitten. En Jan, heb jij in de afgelopen 40 jaar dat op deze manier al een keer meegemaakt, zo'n grote omslag? Zo groot niet, maar wel 3 keer een crisis meegemaakt. En die heb ik alle 3 heel goed doorstaan door juist mijn winkel te verbouwen, betere producten te maken, meer op details te letten en ook met je fabrikanten naar meer kwaliteit. En het mooie is, er komt altijd weer een situatie dat het weer terugkomt en dan sta je er klaar voor. De meeste mensen, vooral in Nederland, zeuren om korting, doen niets meer aan hun winkels en gaan achterover liggen. Nou, de grootste kracht is, en dat geldt voor iedereen, je ziet het ook heel veel bij jonge ondernemers, je zaak er weer mooi bij zetten, juist bloemen neerzetten, juist de mensen verwennen. Daar wil ik iets over zeggen. Sorry, mag ik nog 1 ding erover zeggen? 1 ding. Dat kan de webshop niet. De webshop kan geen sfeer verkopen. De webshop kan alleen een visueel beeld en een prijs verkopen. En daarom hebben we elkaar zo hard nodig. Als de webshop op den duur alleen maar denkt dat ze het alleen kunnen, dan wordt dat ook niks. We hebben elkaar keihard nodig. Sorry dat ik er zo over denk. Dan moeten we wel daarbij zeggen dat, wat mij betreft, dit niet voor iedere sector geldt. Maar als je het over dure, configureerbare producten hebt, dan is dat natuurlijk heel iets anders dan wanneer je het over muziek of over boeken hebt. En de andere kant is natuurlijk dat een paar jaar geleden dachten we niet dat fashion en schoenen ook zo'n enorm marktaandeel online zouden halen. En dat is ook gebeurd. Dus van alle dingen die Jan net zegt, die zijn allemaal waar. Maar tegelijkertijd is er ook iets anders aan de hand. En vandaar dat wij ook denken dat we die online presence nodig hebben. En dat komt met name tot uitdrukking in het middelste blokje hier. Er moet meer samenwerking ontstaan tussen fabrikanten, online spelers en fysieke winkels. Want in die samenwerking ligt uiteindelijk de toekomst. Nou, wat is de visie van de nieuwe zaak dan? Het maakt niet uit hoe wij er allemaal over denken. Het gaat erom hoe de consument zich gedraagt. En op basis daarvan moeten wij onze retailkanalen inrichten. Channel management, dus kanaalkeuzes, gaat ook niet over wat wij denken vanuit de fabrikant of vanuit de retailers, de merken, wat het beste is. Nee, channel management gaat over je aanpassen aan het gedrag van de consument. En het is precies wat Jan zegt. De winkels die overblijven, maar ook online, zal er steeds meer interactie zijn met consumenten. Dus je moet die consument bij de hand nemen, je moet hem van een advies voorzien en hem helpen bij het maken van keuzes. Ontegenzeggelijk groeit het online stuk als oriëntatie, verkoop, maar ook als servicekanaal. Daar kan niemand onderuit. Nou, er zullen nieuwe verhoudingen ontstaan. En wat ik al eerder zei, cross-channel leidt tot toegevoegde waarde. Die klant daar bedienen waar hij op dat moment behoefte aan heeft en waar hij op dat moment is. Dus dat betekent dat als hij thuis zit op zondagavond en hij wil kijken naar een nieuwe bank, dat hij die moet kunnen vinden. Maar als hij lekker aan het shoppen is, dat hij ook goed geholpen kan worden in het arsenaal.
het los van elkaar, dus online aan de ene kant en in de fysieke winkel aan de andere kant, los van elkaar opereren, leidt uiteindelijk tot kanaalconflicten. En als er iets is waar je de consument niet mee wil vermoeien, is het met kanaalconflicten. Dus het feit dat dingen op verschillende plekken op een andere manier gepresenteerd worden. Dat soort zaken. Nou, wij kijken dan over het algemeen naar het e-commerce proces. Nou, dat gaat van komen, kijken, keuren tot uiteindelijk weer kopen. Daar horen al die woorden bij waar we aparte presentaties over kunnen houden. Die horen allemaal bij het e-commerce proces. Design is nog wel een interessant ding. Want wij kijken natuurlijk naar design. Het moet er wel mooi uitzien. Maar je moet het moet ook klikbaar zijn. Dus als je dan met Jan en Monique aan tafel zit, dan zouden ze het liefste het homepage uit één groot sfeerbeeld laten bestaan, waar je verder nergens op kan kleden, want dat ziet er het mooist uit. En qua design is dat ook het mooist. Dus de samenwerking leidt ertoe dat je aan de ene kant een mooi design wil hebben, natuurlijk, dat hoort ook bij deze productgroep, maar tegelijkertijd moet het wel converteren en moeten mensen uiteindelijk wel via de kassa naar buiten gaan. Waarbij het niet belangrijk is per se dat die kassa online is. Dat kan ook heel goed de kassa van het Arsenaal in Naarden zijn. Dus om het te herdefiniëren hebben we het niet zozeer over een e-commerce proces, maar over een cross-channel proces. Waar de verschillende touchpoints zijn. Die consument oriënteert zich, die wil soms vergelijken, maar die wil ook wel eens voelen, aanraken, ruiken hoe zo'n product is. Doet dat op verschillende momenten in verschillende kanalen. Dus het is per definitie geen lineair proces. Dat je bij de webwinkel begint en daar uiteindelijk door de kassa gaat. Nee, het kan best zijn dat je bij de webwinkel iets ziet, uiteindelijk in de winkel gaat kijken, daar advies vraagt en het ook weer online gaat kopen. Of dat je iets in de winkel hebt gezien en vervolgens online gaat zoeken naar dat merk of je daar nog meer producten van kunt vinden. Dus het is geen lineair proces. Zowel niet in e-commerce als in de fysieke wereld niet. En dan een boekje wat ik jullie allemaal kan aanraden. Staat daar links onder. De markt is veranderd. In de zin dat vroeger werd je gestimuleerd door advertenties bijvoorbeeld om een product aan te schaffen. En de eerste aanraking was dan vaak in de winkel waar je dat product zag, tegenkwam. Dat is niet meer zo. Er is een ander moment ontstaan en dat noemt Google het de zero moment of truth. Dat is het moment waarop je alvast gaat zoeken, naar reviews gaat kijken, gaat vergelijken. Zodat die consument, en dat zal Jan ook merken, op een hele andere manier in de winkel komt. En Jan, als ik jou, doe ik even dit stukje voorleg. Dat een klant, die komt, dit is dan een autodealer binnen. En die zegt, ik wil deze auto. En ik wil de touring package erop. En ik weet welke motor ik wil. Ik weet welke extra's ik wil. Ik weet wat de vaste retailprijs is. Maar ik weet ook dat ik hem met die korting kan kopen. Ik neem aan dat mensen ook zo bij jou binnenkomen voor een bank of een stoel. Ja, nou ja, daarom is die andere 50% failliet gegaan, omdat ze te veel korting hebben gegeven. Hoe vang je dat op? Dat is de tekening maken voor de klant, de advies met de stoffen, tijd met stijling geven, en daardoor hebben wij er minder last van. Maar wat het allerbelangrijkste is voor die internetshop, is dat wij op den duur ook een adviesshop worden. Dus iemand heeft in Groningen een huis gekocht, heeft een plattegrondje en wil graag een tekening van ons hebben. En dat wordt een belangrijk onderdeel in onze shop. Want de mensen gaan vaak hun keuken verbouwen, hun badkamer verbouwen. En na 3 jaar hebben ze al spijt omdat ze het zelf gerommeld hebben. Dus ook de webshop gaan we gebruiken voor dat advies. Dus niet alleen dat bankje verkopen, maar juist met een tekening vice versa tussen de klant en tussen ons. En die kunnen ze dan ook weer bespreken op het Arsenaal. We hebben elkaar ontzettend hard nodig. Dat is mijn idee hoe we er in de toekomst mee om moeten gaan. Een paar korte statements over dat koopproces. In de oriëntatiefase is online dominant.
Daar zijn cijfers van. Daar spelen winkels relatief een steeds minder belangrijke rol. Vindbaarheid en volledigheid van informatie is cruciaal. En aangezien de woonbranche slechts in beperkte mate, als je het vergelijkt met andere sectoren, online is, is daar nog een concurrentievoordeel te halen. Nou, ik weet dat hier in ieder geval één ondernemer zit die daar ook heel druk mee bezig is. En die kan dat waarschijnlijk beamen, omdat hij een van de weinigen is die al zo sterk daar aanwezig is, dat hij daar ook succesvol kan zijn. En dat betekent dat in deze sector men ook de stap moet maken en durf moet hebben om gewoon prijzen te publiceren en reviews te publiceren over de producten. Ik was vorig jaar op een beurs in Milaan. En dan kwam ik bij een heel groot Italiaanse onderneming met meerdere merken. En daar vroeg ik van, ja, wat zijn dan de retailprijzen? En die zei, dat is geheim. Maar consumenten accepteren dat niet meer. Die willen gewoon weten wat iets kost. En daarom is het zo belangrijk om ook die informatie te tonen. Nou, hier hebben we het net over gehad. Cross-channel in plaats van retail. En de laatste punt is wellicht het belangrijkste. De consument kan je niet sturen. Het enige wat je kan doen is zorgen dat je aanwezig bent op die plekken waar de consument op dat moment zijn informatie wil halen. En dat is precies wat wij proberen te doen met de Jan de Boevry Shop. Fysieke winkel is er natuurlijk al. Fantastische uitstraling. Moeten jullie allemaal eens een keer gaan kijken voor het geval, in het geval je daar nog niet geweest bent. Maar nu ook online te vinden. Nou, conclusies hieruit. Richt je distributiestructuur zoveel mogelijk in op basis van consumentengedrag. En niet op wat je al hebt. Jan heeft het arsenaal al. Had hij ook beter kunnen maken. Maar heeft natuurlijk ook gezien van ja, er is ook een andere wereld aan het ontstaan. En daar moeten we ook aanwezig zijn om die consument te bedienen. Kies voor cross-channel. Dus niet losse kanalen naast elkaar. Maar zorg dat die kanalen samenwerken. Zowel in promoties, campagnes. Als het stimuleren van de verkoop van de consument, aan de consument. En een niet te onderschatten factor is online retailen. Is vooral ook dingen doen. Het leuke van online retailen is dat je alles kunt meten. Je bent continu op de hoogte van waar de consument binnenkomt, waar die afhaakt. En je kan dingen uitproberen, continu testen, bijsturen en het is snel schakelen. Een winkel verbouwen, zoals in het arsenaal. En ik sta iedere keer verbaasd, want iedere keer als ik bij jullie kom, dan is die winkel anders ingedeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel woonwinkels waar je na 10 jaar nog steeds precies dezelfde winkel binnenkomt. Het wordt jouw taak ook bij die webshop. Ja. Dat die bijna dagelijks verandert. Nieuwe ideeën, impulsief blijven, want anders loop je alleen maar op de trap achteruit. En dat gaan we doen. Dat gaan we doen.